Nu in Ruilkost. We gaan een wondpij maken. Dus jij zoekt echt foto's op van dode mensen om te kijken hoe dat er nou uitziet. Zo. Oeh, het is veel heftiger dan ik had verwacht. Dit is Ruilkost. 31 oktober is het weer zover. We vieren dan geen Pasen, ook geen kerst en al helemaal niet de verjaardag van je moeder. Nee, dan is het... Hallo. Halloween. En natuurlijk heb je door heel Nederland allemaal Halloweenfeesten. Dus daarom heb ik vandaag afgesproken met een van de beste grimeurs van Nederland, namelijk Eugene. En hij gaat me vandaag eens flink onder handen nemen. Volgens mij is het gewoon een soort bunker of zo. Hey man. Hey. Ik ben Rens. Hier ben ik. En jij bent grimeur? Ja. En wat is een grimeur nou precies dan? Wij noemen het eigenlijk ook special make-up. Nou, wat we doen, we hebben nou heel druk met Halloween. Dan gaan we allemaal enge creaties maken. Ik ben screaming. Nou, dan doe ik even een ander t-shirt aan en dan gaan we aan de slag. Ja, gaan we even wat moois van je maken. Yes, tof. Goed, tot zo. Wat ga je precies bij me doen? We gaan een wond bij je maken. Die heb ik gisteren nog gemaakt. Dus ik weet zelf nog niet hoe die eruit komt te zien. Dus ik ben zelf ook benieuwd. Vet. En dit ga je op mijn gezicht plakken? Op je nek. Oké. Dan ga ik even kijken waar die ongeveer komt. Ja, dat is een behoorlijke jaap. Ja, dit is geen kleine wond. Nee, het is geen kleintje. Het is geen sneetje. En hoe ben je überhaupt grimeur geworden? Dat begint van kleins af aan, hè. Ik ging samen met mijn broer eigenlijk al vanaf 7, 8 jaar Halloween vieren. Ja. Terwijl het helemaal nog niet in Nederland was natuurlijk. Ja. Dat is echt iets van de laatste tijd. Is dat zo, ja? Ja. En wat vieren we nou eigenlijk met Halloween? Voor de geesten verjagen eigenlijk. Dat doe je één keer in het jaar, maar in principe hebben wij daar geen betekenis bij. Nee. Het is gewoon een leuk feest om lekker iedereen bang te maken. En je hebt er natuurlijk twee kanten. Mensen die het leuk vinden om bang te worden, denk ik. En natuurlijk de acteurs die heel graag als scare actor willen werken. Je zal wel druk hebben met Halloween, of niet? Heel druk, ja. Twee dagen geleden kregen we even nog een telefoontje of we voor Fox nog even de première willen doen voor The Walking Dead voor seizoen 7 die nou uitkomt. Nee joh! Ja. We should have made a deal with them when we could have. You should know. There is no door number 4. This is the only way. En waar haal je nou je inspiratie vandaan voor de wonden? Nou, en de wonden, ja, die haal ik van internet. Van echte ongelukken of echte mensen die wonden hebben opgelopen. Dus jij zoekt echt foto's op van dode mensen om te kijken hoe dat er nou uitziet? Ja, ongelukken, trauma, wonden, dat soort dingen. Vind je dat niet een beetje vies? Nee. Vorige keer hadden we een hele leuke. Leuke? Ja. Nou ja, leuk. Voor die persoon niet zo. Had iemand zichzelf door zijn hoofd geschoten. Nee joh. Ja, maar dat was niet mislukt. En wat gebeurde? Hij had zijn kaak eraf geschoten. Dus zijn kaak was open gaan barsten. En je zag echt die tanden en de kaak. En die hebben we toen nagemaakt. En daar krijg jij een kick van? Ja, je probeert mensen echt bang te maken eigenlijk. Ja, en je kijkt er natuurlijk anders tegenaan. Want je kijkt echt van hoe ziet die kaak eruit? Wat zijn de kleuren? Ja, nou, ja precies. En... Halloween is heel erg aan het groeien, wat je zei. Ja. Hoe komt dat? Waarom wordt het ineens zo populair? Dat heeft te maken met de game- en de filmindustrie. Oh, oké. En je ziet ook steeds meer evenementen dat mensen als favoriete karakter verkleed gaan. Ja. Nou, we gaan kleuren. Door welke games en films wordt het dan populairder, Halloween? Pyramid Head, dat is een hele grote man met een of andere piramide masker op, maar die pakt er niemand beet. Een mens en dan... trekt hij echt het vel eraf, zodat je alleen maar de spieren ziet. Ja, maar ook bijvoorbeeld Hellraiser, Pinhead. Ja, Jason, Vrijdag de 13e, Freddy Krueger, dan noem maar op. How's this for a wet dream? Ik ben echt benieuwd hoe het eruit komt te zien. Ik kan het zelf niet zien natuurlijk. Nee. Als je dit echt ziet liggen in de goot of zo, ja. Ik zou helemaal gek worden. Moet je politie bellen. Ja, maar kijk even joh, dit is ongelooflijk. Oh ja, je bent klaar. Ik denk dat je zelf even moet bekijken hoe het eruit ziet. Ja, ik ga naar de spiegel. Ik ben heel benieuwd. Ja, gaan we even kijken. Oké. Wow! Het is veel heftiger dan ik had verwacht. Zo hé.
Het is echt alsof het gewoon in mijn nek zit. Oh, ik vind het, het ziet er echt heel vies uit. Ik sta echt perplex van hoe het eruit ziet. Nou, het ziet er lekker uit. Hey Eugene, ontzettend bedankt. Ja, graag gedaan. Ik ben benieuwd naar het filmpje. Ja, okay, groetjes hè. Hartstikke eng zo'n Phoenixwijk. Nou, het zit er weer op. En heb je hierdoor nou ook zin gekregen in Halloween? Ik mag 2 tickets weggeven voor The Night of Darkness op 4 en 5 november. En echt waar, daar wil je heen. Het enige wat jij moet doen is even te laten weten in de comments hoe jij verkleed zou gaan. En het meest originele idee krijgt van mij 2 gastlijstplekken. En vergeet niet te liken en te abonneren, want als je dat niet doet, kom ik je... Ronde. Dat wil je niet. Misschien ook wel. Meer zien? Ga naar npo3.nl/rouwkost.